die we hadden kunnen nemen, volgens mij ook niet. Ja, dat zijn die dingen aan het water. We zijn er. Het is wel heel groot hier. Ja, het is heel groot, hè. Ja, kun je het vinden? Nee, 5, 4, 6. Stond er 1 naar 6 op? Ik weet het niet. Ik kan het niet zien. Kijk op. 4, 3, 4, 6. Nee. Ik denk dat 6 rechtdoor. Volgens mij rechtdoor. Ja, juist, nog rechtdoor, hè. Ik denk het wel. Ik kon net een bordje niet lezen. Ik denk het wel. Oh ja, hier. Ja. Kijk, 6. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Lage huisjes. Ja, zijn. Is weggekapt. Die wil niet meer. We zijn er! Nee! We willen even kijken. We hebben gewoon zo'n eilandkeukentje. Oké, aan de kant. Oh, zo leuk! Oké, daar gaan we, jongens. Oeh, spannend. Oh, wow, het is schoon. Hier. Oh, kijk dan. Wow. Oh my god. Oh. Zo leuk. We hebben een open haard. Hoe ziet die andere eruit? Dat is de slaapkamer. Oh, ik heb papegaai hier. Ja, daar ook. Maus. Kijk. Ze zijn er twee. Maus, Kim. Maus. Kom, we gaan even helpen. Ja, we gaan helpen. Oh, dit is leuk, jongens. Lopen we. Dit zijn de VIP-huisjes waar we nu langs lopen. Echt heel tof. Tenminste, die luxe villa's. Maar, inmiddels zijn we een beetje gesetteld uitgepakt. Even kijken, 5. Ja. Oeh, koud. De wind. Maar, ja, we zijn dus lekker uitgepakt. We zijn niet op de speeltuin. Jammer. We lopen een rondje. Nee, ik wil nog niet. Oké. Dat wordt het eerste blooper. Maar goed, maar niet uit. In ieder geval, we zijn een beetje gezetteld, een beetje uitgepakt. We gaan nu even friet halen, want dat kunnen we dus gaan we niet bestellen. Ik heb verder nog vlees van gisteren van de gourmet over, had ik geopraden. Verder nog andere dingetjes. Ik heb nog sla. Dus het komt helemaal goed. Dus we gaan nu richting het begin van het park om daar even friet te gaan halen. En dan laat ik jullie straks, als mijn opa en mijn pa weg zijn, lekker het huisje zien en zo. Komt helemaal goed. Maar eerst even zoeken naar friet, want we lopen nu wel een rondje. Ja, kijk maar. Goed, we hebben friet. Die loopt daarachter. Ik ben alleen op vakantie. Ik merk het. Helemaal leuk. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Nee, we hebben even friet gehaald en we gaan mijn pa komt ze ophalen, want dat is best wel een lang stukje lopen nog vanaf... We moeten even een goed stukje binnen om te lopen. Zal ik even aan die kant gaan lopen? Oh ja, zullen we eens even naar de goede kant? Maar we moeten even een klein tussenwegje zien te vinden, dat zal er vast wel zijn. Maar we hebben in ieder geval friet en we hebben even extra... Hè? Nog een frietje? Nee. En we gaan... Toen hebben we extra vlees gehaald om even op te braden nog. En dan hebben we in ieder geval wat lekkers eten. Vanavond wat sausjes gehaald, stokbroodje gehaald. Dus ik heb nog sla. Dus het komt helemaal goed. Tadaan. Oké, okay. We zijn echt helemaal verzopen. Oh, hij is toe, jongens. Voordat we de boel gaan verbouwen. We hebben trouwens tags waarmee we de deur kunnen openen. Super chill. Oké, okay, ik ga gelijk hier beginnen. Dan ga ik hier beginnen. We hebben hier een toilet. En dat is een irritant, dat ding gaat zitten. En hier zo zit een bergingje. En een kinderbedje, dat is voor mij. Maar goed, toilet. Even gauw, want we willen allebei heel graag douchen, want het is heel groot. Gang, spiegeltje zit hier. Oh, dat is mijn vaatwas. Ik dacht wat hoor ik. Nee, die staat nog aan. Ik schrok. Oh, oké, onze huiskamertje. We hebben al wel afgegeven, we gaan die kan beginnen. We hebben hier een tafel.
is echt super cute. Alles is vogelthema, dus dat is wel echt heel erg leuk. De lamp, alles, tafels, de kamers zijn zoals vogelthema. Alleen alle gordijnen liggen, dus morgen ziet het er anders uit. Hier slaapt Ash. Ook super grappig met die dingen en die papegaai en zo. Maar die andere kamer is eigenlijk precies hetzelfde. Hebben we hier de woonkamer. Leuk hoek, want wat we zo wachten doen is die poef die daar staat. Die gaan we straks hier zetten en die tafel gaat daar. De hoek in. Mijn buitenterrasje, maar dat is nu niet nodig met alle sneeuw en regen. Goede tijd om op vakantie te gaan dan juist. Keukentje. Super leuk met de kookeiland. Dat heeft al iets eigenlijk. En wacht, ik wil een lampje aan. Dan hebben we hier mijn kamer. Dan heb je aan de achterkant. Dat ik en toch ook weer huisgroep op ben. Netjes opgemaakt. Ik heb hier precies andere vogels, dat is wel leuk. Het schuld tussen mij en Ash is dat Ash allebei er weer opmaakt. Ik heb maar één, want dan denk ik gebruik ik toch maar één. En hier de badkamer. Nu is hij nog netjes, want we gaan zo douchen. Dus dan is het bijna nog zo. Oeh. Ah, is het warm. Lekker. Oeh. Gaan we vallen. We hebben dus een inloopdouche. Echt super luxe. Ik ben heel benieuwd hoe de douche straks is. Ik hoop, mooi. En een wastafel met gewoon een spiegel. En die hebben we even gezien neergezet. En een opstapje voor Ash, dat is handig. Maar dat is eigenlijk alles wat er hier in huis zit. Maar jullie zullen de komende dagen nog wel meer zien. That's it! Oké, goed. Ash kwam met het idee om vlugel mee te nemen. Ik heb dat serieus nog nooit op. Jij ook niet volgens mij, toch? Nee, maar Rachel denkt het ook. Ik ben echt vet benieuwd. Ik ben nog even aan het zoeken voor je. Kijk, deze past bedoelde ik. Ik heb het echt nog nooit op. Maar ik ben heel benieuwd. Ik heb trouwens net lekker gedoucht. Ik heb pyjama aan en ik heb mijn trui nog even aangedaan. Want het is koud. Ik kan niet atten hoor. Dan ga ik juist op mijn nek. Ik kan dat niet. Niet. Het is wel leeg. Zo snel. Ik kan het niet, zeg ze dan. Het is gewoon limonade. Ik snap dat mensen hier met feestjes echt 10 van drinken. En dan pas denk je, oké. Oh, hier kan je leuke lampjes mee maken. Ik ga deze bewaren. Je proeft echt helemaal niks. Ik ga deze op nachtkast zetten. Ja, wil je die houden? Ja. We hebben er nog een paar, hè? Ja, mag je houden. Dit is net limonade. Ik ga deze vaker kopen, joh. Het is wel lekker. Niks dan. Wordt eerst in mijn leven vlugel. Grappig. Die gaat gelijk op een nachtkastje. Huh? Volg je vlugel op TikTok? Wat een feest. Goed, het is tijd om te gaan slapen. Ash is daarin omgekleed, ik ook. Huh? Heb je nog genoeg opladers of niet? Ja. Zat? Contacten. Why? Nee, ik kan nog gewoon. Kijk. Alles is afgesloten. Oh, je hebt stekker dus bij. Ja, voor de zekerheid. Als je het moet. Nee, ik heb genoeg. Ik heb nog 2 stopcontacten nodig, dus dat is top. Oh ja. Nou, ik ga tukken, ja? Ja, ik kan een ding zien. Wat? Mijn telefoon. Komt dat goed. Nou, ga jij even zoeken. Ja. Nou, de mazzel, hè? Ja, ik ben nog wakker. Kan je morgen overslaan? Ben je nog wakker? Ja, ik denk het wel. Oké, nou succes. Moet je mijn switch? Hoezo? Nou, omdat ik het toch niet ga gebruiken en dan staat hij. Maar je hebt een rare kan je ding doen, toch? Nee, je hebt zo raar. Jij gaat er niks om te doen. Nou, lekker is dat. Nee, jij kan niks maken. Jij kan die bel niet doen. En dan gaan we morgen even op de tv kloten, ja? Ja. Ik kan heel veel dingen niet maken. Komt goed. Nou, is alle lampjes uit? Ja, ik heb nog drank, hè. Dus ik kan nog drank niet. Die moet eruit. Is alles eruit hier? Panisch ben jij, hè? Huh? Hoe warm nee. Gaat die vanmorgen? We gaan alle lampjes uit. Waarom staat hij 19? Hij is gezakt. Waarom? Hij zakt toch door die sensor in? Nee! Ja, dat moet, dat doet hij. Ja, lekker, laat je lekker uitstaan. Ik ben wel overhoren. Sorry! Nou, mazzel! Nou, doei! Oh, goed, we gaan slapen. Eerste nacht hier, jongens, in de Eemhof. Ik ben benieuwd. Ik ga in ieder geval lekker liggen. Ik ben toch al omgekleed. Ik doe denk ik alleen wel mijn trui uit. Want ik weet niet of ik het warm of koud ga krijgen. Maar ik hou me wel lekker bij de hand. Trouwens, vanavond ook mijn nagels opnieuw gelakt.
Een beetje een taupgrijs kleurtje, vond ik wel grappig. Maar telefoon aan de lader, ik moet gewoon even mijn pillen innemen. En dan ga ik lekker slapen. Goed, we hebben ontbeten, maar we hebben een keer haast, want we moeten nog naar de winkel. We hadden namelijk om 9:30 een afspraak. Goed, we gaan erin. We hebben om 9:30 een afspraak, maar het is nu op tijd, zeg maar. Dit kan allemaal blijven. Dat kan ook allemaal blijven. Ja? Kan je dat gordijn een klein stukje dicht trekken? Want er staat hier nog een switch. Oh, als ik laat die radio lekker aan. Voor de vogeltjes. En ja, Jasan. Oh. Hij zag kap uit. En dan gaan we naar de winkel. Want we hadden een afspraak om 9:30. En het is nu 9:50. Dus we moeten opschieten. Loop je weer 6 kilometer? Ja, je bent ik loop zo snel. Oh, we lopen weer buiten, jongens. Even het winkeltje in zometeen. Ik ben wel benieuwd trouwens hoe groot het daar is. Maar we hebben dus een snellere tussenroute gevonden, dus dat is mooi. Maar ja. Ik ben trouwens mijn hele broek aan de achterkant. Is modder. Want ik schop altijd met mijn hielen naar achteren. Dus al die vieze blubzooi. Mijn schoenen zitten nu trouwens zwart. Al die vieze blubben zo, die schop ik nu dus op mijn eigen broek. Maar goed, ik doe het straks wel af met een doekie. Ik ben het weer droog. Maar eerst even naar de winkel. Hehe, gaan we weer. Oeh, ik heb ook nog stiekem een industrieterrein op. Nee, er zit hier echt super veel. Kijk, dat kunnen we allemaal niet doen. Dus we hebben echt heel veel. Die bowling. Kijk, ja, zo'n karretje. De karretjes. We willen dus een golfkarretje of zo'n e-step of zo, maar dat kan niet. Want ook voor een e-step heb je rijbewijs nodig. Ja. Dus dat is stom, dus we kunnen alleen maar zo'n stomme fiets huren. Maar dat gaan we niet doen, want het regent vandaag de hele dag. Tandem. Huh? Tandem.
Nee, dat wil ik niet. Dan ga ik op mijn plaat. Levensgevaarlijk met z'n tweeën op zo'n ding. Maar het is echt een vieze blubberzooi vandaag, jongens. We hebben echt dagen uitgekozen dat je denkt, nou, daar word je daar ook niet echt vrolijk van. Maar goed, maakt niet uit. We gaan in ieder geval even naar de winkel. En voor de rest denk ik hier gelijk even een rondje lopen zo meteen. Dat is wel zo leuk. Heb je daar nog een tas mee, hè? Nee, ik weet het. Maar ze hebben hier misschien vast zo'n leuke linnen tas of zo. Oh, goed. Van het park. Dus dat vind ik wel leuk. We hebben al een beetje planning gemaakt dat we willen eten de komende dagen. Dus dat komt goed. Maar in ieder geval vanavond die zalmschoten, daar heb ik echt weer trek in. Heerlijk. Maar goed, we zijn er. Dit ziet er trouwens echt leuk uit. Kijk hoe cute. Nou ja, nu regent het, dus nu ziet het er niet uit. We hebben nog 2 minuten. Hè? We nog 2 minuten hebben om er te zijn. Ja, we zijn er al. Ja. Kijk hoe cute, jongens. Als het nou lekker weer was, dan wilden we hier dus foto's maken. Maar als het een week droog is, kunnen we dat niet. Misschien als het morgen droog is, inderdaad. Maar anders, het ziet er anders niet uit hier. Au. Maar dat is die bar. Ziet er ook leuk uit. Oh, je kan hier ook nog helemaal door, joh. Ja, hier onderaan is het droog. Oh ja. Laten we maar even drogen lopen. Het is zo cute hier. Maar dit is er niet. Goed, inmiddels zijn we bij het winkeltje geweest. We zijn even lekker rondwezen lopen. We zoeken naar een midgetbolbaan. Die hebben we gevonden. We hebben vanmiddag lekker pannenkoeken gebakken. Ik heb dat alleen niet gefilmd. Ik heb trouwens mijn nieuwe jasje aan. Ik heb deze net gekocht bij het winkeltje hier zo. Handalcoholdoekjes. Even poetsen. En dan gaan we nu. Er staat al buiten te wachten. Ik moest naar buiten, maar ik moest ook plassen en een trui aan, want ik was koud. Maar goed, ik ga nu ook naar buiten. Alsjeblieft, daar. Maar ik moest even plassen. En ik heb dit kleine inimini tasje gehaald. Stenen mee. We hebben er al eentje naast de deur gelegd. Daar ben ik. Ik moest plassen. Wat? Dat je aan het vloggen was binnen. Ja, en ik moest plassen. Ik wist al wat we doen. Ik denk, die gaat vloggen. Kijk. We hebben hier één steen neergelegd bij het huisje. En we liepen dus al buiten, maar die staat niet op de vlog. Dat mag niet. Maar ik had het koud, dus ik ben even terug naar binnen gaan om mijn trui te halen. Maar we gaan nu een stukje wandelen. En nog deze 2 stenen. Morgen heb ik een camera van mijn tante. Ja. Verstoppen. Huh? Morgen neem ik een camera mee. Oh, dat is wel een slim idee. Ja. Kijk je welke we hebben. Dat is een goed plan. Maar we gaan nu even lekker nog een stukje lopen. Nou, was het rechts, 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 toch? Links. Het was toch rechts? Links heen, rechts terug. Daarheen, toch? Dat is toch links? Ja. Nee. Nou, jawel. Nee, als je eruit bent. Als je eruit bent. Hier het paadje, moest je toch rechts, rechts, rechts? Nee, weer links. Moest je daar rechtdoor, naar de Zandberg. Oh, weer terug naar rechts. Juist. Maar we gaan even richting het park. Dat zit ook in de buurt bij de midgetgolfbaan, dus dat is wel lekker. Op naar het park. Ja? Dat is het niet. Het is toch lekker even lopen. En daarna dan hebben we nog een afspraak in de shop alweer. Weer geld uitgeven. Oh, kijk in de gaten. Valt wel mee. Goed, we zijn geslaagd voor spelletjes. En er loopt er weer een achter me. Ja, dat is normaal. Nee, we zijn goed geslaagd voor spelletjes. We hebben ook allebei nog een heel schattig iets. Dat ga ik zo wel laten zien als we thuis zijn. Beetje een soort vakantiedingetje. En we hebben allebei zo'n linnen tas genomen. Dat is gewoon 1 super chill. En 2 hebben we afgeprijsd. En 2 hebben we afgeprijsd. Precies die. Echt hoor. Anders heb ik het niet gedaan hoor. Nee, 13 euro voor een tas is echt niet leuk. Maar ja, dit is wel chill. Maar goed, nu terug naar het huisje waar we lekker spulletjes spelen, koken zometeen. Vanavond lekker spulletjes spelen, denk ik. Niet te vroeg koken hoor. Nee, ik ga pas. Ik ga pas denken om 5:30, 6:30 het eten opzetten hoor. We kunnen zo nog even spelletje doen. Chipjes. Oh nee, jij mag niks meer eten dan. Nee, ik heb vanmiddag chipjes op. Maar ik had. Of ja, vanochtend eigenlijk inderdaad. Maar ik had echt totaal geen trek meer in mijn lunch. En ik had niet eens veel chips op, want ik had die zak met 2 happen gewoon dicht gedaan. Maar. Als ik iets voor eet of zo of tussendoor, dan heb ik zo geen trek meer daarna. Komt van alles langs hier. Maar ja, in ieder geval op naar het huisje toe. Oh,
wacht niet even dan. En even lekker meeliften. Dit is trouwens ook wel een chille tas voor werk mee te nemen, want dan draai je gewoon het logo naar je toe. Dus dat je nou in mijn ding te jatten, dat zei ik. Echt? Ja, dat zei ik net. Serieus? Dat was mijn nieuwe werktas. Maar jij liep al drie straat verder. Oh, dat is wel handig. Ik neem het maandag denk ik ook mee als ik die proefdingen zet in swingen. Maar goed, ik had vanmiddag het over. Dit is ook echt een topplek om gewoon hier je huisje te hebben aan het water. Dat is toch perfect? Super. Het is wel koud. Ja, dat wel. Maar ja, die kachels kunnen. Ja. Echt erger. Je zag het ook allemaal badpakken en zo hangen. Dat je echt dacht van, oh, ik wil zwemmen. Maar goed, maakt niet uit. We gaan in ieder geval zo even lekker muziek opzetten, spelletje doen. Misschien even lekker warme chocolademelk of een kop koffie ofzo. Oeh, ja, dat is lekker. Want we hebben nog choco over. Dat is dus, lekker. Dus dat komt wel goed. En dan morgen midgetgolf. Dus komt helemaal goed. Wordt nog wel een leuke dag. Oh, hadden we die hand gedaan, maar wel goed. Toch wel, hè? Ja, voor die midgetgolf morgen. Ja. Ze hadden de handschoen. Dan heb je gewoon een handschoen. Maar daarover zit een soort gebreide wand. Die kan je er loshalen en dan heb je dus gewoon een wand aan. Dat is eigenlijk gewoon super warm. Hoe laat is die wind zo dan? Vanaf 9 uur. 8 uur toch? 9, de supermarkt is 8. Ik dacht van 9 uur tot gaan bij het winkeltje. Oh, zou kunnen hoor. De bloopers. Opnieuw! Goed, we gaan koken. Ash de courgette aan het doen. Nu is de komkommer aan het doen. Want Ash, ik heb zo Ash vandaag geleerd dat als je... Oh, dat ligt. Oh. Ik heb Ash vandaag geleerd dat als je komkommer eet en je hebt er suiker op, dat het smaakt naar waterbloemen. Ze gelooft het me. Dus ik zeg, doe het nou gewoon. En het is erachter gekomen, het smaakt naar waterbloemen. Inmiddels zijn we trouwens weer terug in het huisje. Nee. Ik ga niet wachten. Ik ga nu wortels klaarmaken en koken. En de aardappelpuree opwarmen. Vervolgens, want we hebben nog zo'n kant-en-klaar pak over van onze eigen vakantie in Zeeland. Dat is mooi. Zalm erdoor en dan hebben we hopelijk een heerlijke maaltijd. We gaan even lekker aan de slag. Goed, ik loop bij ons huisje weg. Terwijl Ash aan het opletten is op het eten, loop ik in mijn nieuwe jackie naar de frietkraam. Ash, ik zit net tegen Ash. Ik zeg, joh, eigenlijk is het wel gewoon lekker om nu na het eten vanavond nog even lekker frikandel te nemen of zo. Ik weet niet, ik heb daar vet veel trek in. Dus ik ben nu onderweg naar de snackbar om daar wat snackjes te halen. Misschien iets van een snackbox of zo, dat we dat vanavond eventjes een beetje kunnen opwarmen in de oven. En dan lekker kunnen eten. Dus Ashley blijft nu bij het eten en bij het gas. Voor het geval dat... Straks in één keer allemaal in de fik vliegt. Maar goed, de zon schijnt, jongens. Ergens tussen de bomen door. Maar goed, hij schijnt. Het is echt lekker buiten nu. Vind ik tenminste. Het is echt heerlijk. We gaan zo meteen na het eten. Gaan we even lekker nog een stukje lopen. Foto's maken. En dan strakjes lekker chillen en spelletjes spelen. En we gaan morgen, als alles een beetje opgeruimd is, wilde eerst vanavond nog even live gaan op Instagram. Maar waarschijnlijk doen we dat morgen even. Want dat komt gewoon eigenlijk iets makkelijker uit. Dat is eigenlijk alles wat ik ervan kan maken. Dus dat doen we morgen. Maar goed, ik ga even snel wandelen. Eerst is er nog iemand die snel de richting kwijtraakt. Dus ik zeg, joh, loop jij even. Dat lijkt me geen goed plan, want ik vind het überhaupt niet. En ik kom ook niet meer terug. Dus ik zeg, nou, laat jij dan maar de spullen. Dan loop ik wel even die kant op. Het is toch wel lekker om vanavond even een snackje te hebben. We hebben wel kippensoep en chippies en dat soort dingen. Maar het is gewoon zo lekker om even lekker ongezond een snackje te kunnen eten. Kijk, ik mis de zon. Hij schijnt nu echt en het is droog. Niet te hard zeggen. Maar het is wel zo. En ik geniet er behoorlijk van. Ik ben er weer. Mag ik taxi? Nee. Dan niet. Ik heb gekookt! Moet je gewoon een taxi pakken? Ja.
Lekker zalmschotel en aardappelpuree. Lekker eten! Wat is die dan? Huh? Je hebt ook stampa. Ja, die heb ik meegenomen. Maar die mag eigenlijk door de grote zijn en zo in tas zien. Hoezo? Die is die leegste groene. Die is toch lekker? Nee. Echt wel. Oh, daar hou jij je maar. Nou, we gaan eten! Goed, we hebben lekker avond gegeten en we lopen even snel op parcours om te kijken wat hier achter zit. Maar we kwamen er zojuist achter dat het zwembad hier zit, jongens. Hier binnen is het zwembad en hier is de hele glijbaan. Ik wil erin. Dat is een torentje. Ja, daar ga je naar boven helemaal. En die glazen ding, dat is dat aquamundo. Ja. Oh, we moeten hier een keer heen als het zwembad open is. Oeh. Auw, het zit in mijn been, Kim! Auw. Wat? Auw. Die tak zit in mijn been! Wat doe je? Auw! Het staat op beeld! Yes! Auw. En door! Prik, daar zitten van die dorens aan! En door! Ik ging het met doorfilmen! Yes! Oh. Goed, met de zon die daar nog het laatste stukje van zich laat weten, gaan wij terug naar het huisje. Het is echt steenkoud. Helemaal niet. Nou ja, kijk, dat doe je. Ik vind het echt niet. Dat is wel zwak. Ik had het best gelijk gereanimeerd hier zo. Heel. Wel ik even iets van gekke hondenziekte, of noem je dat? Ja. Eekhoornziekte. Eekhoornziekte, was dat dan? Dus maar goed, in ieder geval moet het natuurlijk ook voor de avondklok weer terug zijn. Hoe laat is het? 10:00, nee. Kwart voor 9:00. Maar dan kunnen we zeggen dat we verdwaald zijn als we niet 10:00 thuis zijn. Ja, doei. Zeg gewoon dat ik bij de weg verkeerd liep. Oh ja, geef jou gewoon weer de schuld. Ja joh. Nee, maar het is echt te koud om... Met de politie mee, dat is leuk. Nou, leuk. Nou, als het een leuke agent is, is het niet erg. Auw, krak. Nee, het is... ik vind het heel erg koud. Ash vindt het meevallen, maar ik vind het echt vet koud. Maar ik liep de laatste paar dagen ook gewoon met 3 truien buiten. Nog had ik het koud. En nu loop ik in een t-shirt met het jasje. Hé, hey, licht. Hé, hey, kunnen we hier niet even gaan bij die lamp? Oh, jammer. We zouden hier ook wel iets mogen plaatsen. Oh. Oh ja, ik dacht dat het een raam, maar dat is een man. Huh? Nee, ik dacht dat het een raam in, maar dat is een man. Zo. Oh. Zo. Lekker warm. Kom op, zeg. Oh. Goedemorgen jongens, de laatste hele dag. Inmiddels zijn we allebei weer wakker. En we hebben lekker ontbijtje gemaakt. We hebben fraps met komkommer en kaas en kipfilet en hele mikmak. En we hebben lekker scrambled egg en bacon en we hebben crackers. Dus we gaan lekker ontbijten. En daarna gaan we om 10:30 een beetje toeroffen. We gaan eerst een lekker ontbijtje naar binnen werken. Goed, we hebben echt letterlijk heerlijk ontbeten, lang ontbeten. Maar inmiddels zijn we allebei ready. En lopen we buiten richting de midgetgolfbaan. We gaan even eerst die clubs en die balletjes oppikken, want dan is het weinig midgetgolven. We zijn alleen een beetje laat. We hebben nog 10 minuten. En er is hier ergens een vogel geplukt of zo. Ik ga overal veren. Maar goed, op naar de midgetgolfbaan. Even lekker productief ochtendje. Goed, Adventure Golf, we zijn er met de spullen. Hier, hol 1, we gaan hier beginnen. Dan ga ik snel, dat vond ik niet goed. Oké, ja? Jij mag. Dit is ook je vierde keer. Deze wordt je vierde slag. Rustig. Hoe moet je daar nou eens slaan? Waar ga je heen? Ook eroverheen, ga gaat heel hard. Oh nee, jammer. Bijna, kijk, je hebt hem zo meteen erin hoor.
Dit was 6, dit is 7 voor jou zo. Plus voor mij 4. Ik ben. Ga maar. Jij mag. Ruik voor de camera, niet lopen met dat ding. Ga. Oh, zit het bolletje? Al de camera uit het gat. Oh, dat ik in één keer. Oh, kijk. Oeh. Ja. Ram even het laat. Oh, zo koud. Waar gaat die heen? Moet ik in één keer slaan, dan ben jij? Wat is hier dan? Oh, het is daar. Nee. Daar ga ik niet in. Nu kan ik niet doorheen. Nee, nu kan je niet doorheen. 1, 2. Eeuw, dan gooi ik hem niet in. Hoezo niet? Anders slaan we deze open, over. Tel, 2, 3, sorry. Jij! Nou ik? Rammen! Ik zit er helemaal onder, maar... We zijn klaar, ben een beetje erop, zijn er bij de winkel geweest en we zitten nu aan broodjes hamburger. Maar kijk, dus ik zit helemaal onder. Echt erg, maar wel heel lekker. Even een lekkere lunch. Oké, ik ben trouwens even omgekleed, want ik had het echt vet koud. En we gaan natuurlijk straks op de zwaan fietsen dingetje. Maar we moesten eigenlijk kwart over 1. Maar we dachten allebei, laten we dat maar niet doen, want we moesten nog eten en het was nog 12:30. Dus uiteindelijk hebben we het verschoven naar 3:30. De toast is klaar. Oh, lekker. En ik ben warm chocolademelk aan het maken. Want ik heb dat herkend, ik weet niet of Esther trekken heeft, maar ik heb voor haar ook gewoon gemaakt. Dus neem maar. Ja, ik neem maar. Nee, we zijn gewoon lekker aan het eten, lekker chill, zometeen een spelletje spelen. We kunnen misschien voor die zwaan, voor die zwaan een foto's maken. Nee, doe maar weg. We hebben echt letterlijk stenen broodjes gekocht, dat is echt niet normaal. We zijn echt vet hard. Maar... Het brood is klaar, ik ga even mijn... Waar is mijn lippenbalsem? Hier zo. Want mijn lippen zijn echt vet droog. Alles is gewoon super chill en op het gemakje. En geen haast, no stress. Alleen nu is de zon wel weg, dus ik ga straks denk ik wel even lange mouwen en dan trui en dan die... Weet ik niet. En dan, nee. En dan, de jas, want op het water is het wel koud. Bij het water. Jij hebt het overal koud. Ja. Dus ik ga mijn shirt met lange mouwen even alvast uit de kast trekken. Ik weet alleen niet waar ik die gelaten heb. Even kijken. Volgens mij zit die hierin. Even spieken. Blijf niet staan. Nu wel, denk ik. Ja. Nu wel. Toppie. Die wil ik aan. Maar dan doe ik die er wel onder. Doe ik deze onder dit shirtje. En dan mijn trui zo aan en dan mijn jas. En ik krijg het niet meer koud. Goed, heerlijk geluncht. En ik heb mijn warme jas weer aangedaan, aangezien ik toch die knoop heb vastgemaakt. Ik moet het wel even opnieuw doen, want ik zie hem hier alweer los hangen. Waarschijnlijk als we zo buiten lopen is die weer los, maar het maakt niet uit. We gaan richting de waterfietsen. We hebben nog wel 20 minuten de tijd nu, maar beter te vroeg dan te laat. In ieder geval gaan we zo even een half uurtje veel onze benen uit ons lijf trappen. Maar, maar dat vind ik niet erg hoor. Ik vind het wel leuk die waterfietsdingen. Maar in ieder geval gaan we dat even lekker doen. Daarna hebben we wel pizza besteld. Dus die kunnen we afhalen om 4:15. En we wilden nog heel even foto's maken. Dus dat komt wel goed. Of tenminste even het parkje in. Niet per se foto's maken, maar wel even het parkje in. Van de andere kant op? Nee. Ik loop gewoon daarheen. En dan zitten we er ook.
Ik ga niet helemaal omlopen. Dat is hartstikke ver. Maar goed, lekker op naar de waterfietsen. Oké. Nou jongens, we zitten inmiddels in de Zwaan. We gaan er weer terug. Oh, we gaan naar thuis. Ja, ik ben er klaar mee. Anders stap ik hier op die steen en stap ik er zo uit. Nee, het is echt dit hele ding hier aan, aan deze kant, niet per se mijn kant, we maken alles allebei. Loopt. We moeten naar die kant op. Ik weet het. Loopt. Oeh, mijn camera boven het water, dat is niet een goed plan. Dit ding loopt letterlijk vol naar water. Oké, naar voren dan. Ja? Moeten we met die kant op? Nee, met die voorkant moeten we die kant op. Met die achteren moeten we die kant op. Maar goed, dat ding loopt voor mijn water, dus het is echt niks. Ik zit hier halverwege op mijn zitje. Dit is echt fuck, dit is echt de kutste Zwaan ooit. Ik heb dit ding ook vaker gehad, maar... Oh, mijn knieën doen. Oh, fuck. Dit had zo leuk kunnen zijn, maar het hele ding loopt voor mijn water. We drijven weer af. Ja. Oh, trap! Naar voor. Nee, je moet naar achteren, want dan gaan we stranden. We gaan niet eens nog opzij met dat ding. Nee. Oeh! Ah! Mijn voet in het water! Oh nee! Deze kant is ook strak glad. Die kant op. Compleet draaien. We doen even een rondje anders. Nee, ik ga naar achter. Nee, een klein rondje. Maar we zitten te dicht hierbij. Maakt niet uit. Stoppen. Moet de keren, die kan ik. Laat maar één keer bonzen. Niet bonzen. Geen bonzen. Ik wil niet bonzen. Oh, ik kan niet mijn knieën doen zeer. Nee. Jawel, opgesloten. Moet je de andere kant op? Ik kan mij niet verrotten, ik wil weg. Oh, ja, je moet toch dit kant op? Spengel is lekker het fucking water dan. We moeten die kant op. Oké, naar achter. Ik ga wel hier zitten, want het heeft toch geen functie in. Godverdomme. Klote ding. We zien jullie wel weer eens aan de kant staan, na 3 uur of zo. Oh mijn god, jongens, ik zweer het je, we hadden bijna ruzie. We waren die Zwaan terug aan het parkeren, maar dat werkte dus echt totaal niet. Dus we zaten echt kut zwanen, dit en dat. Komt daar zo'n moeder met een kind in zo'n brandweer, fiets ding op het water. Je mag daar niet in spelen, want dat ding zit ook gewoon vast. Mag er niet eens op. Kom die vrouw. Ja, kunnen jullie een beetje op je taal letten? Ze niet. Nee, want ze liep daar. Ze had een zwarte jas aan. En dan nog. Mensen gaan me niet vertellen wat ik wel niet mag zeggen. Ik sta toch niet te godveren en met godverdomme en weet ik het wat voor kaka-ding of zo. Je mag niet met kut schelden. Laat me gewoon met kut schelden als ik met kut wil schelden. Want dat ding was kut. Je moet je wel verbliepen. Nee. Of wordt het eraf gehaald? Maakt me niet uit, kut is geen erg woord. Doei. Doei, oké, doei. Doe je dicht camera dicht, man. Doei. Voor leuke ding. Nee, man, echt. Ik kan niet tegen dat soort mensen. Vreselijk. Hé, ga nog even kijken. Maar kijk, dit zie ik nu pas. Die is ook geel. Kijk, deze zag ik voor jou. We lopen weer bij de winkels. Kijk, op deze. Op deze. Ja, maar ik heb er niet zoveel gehad meer bij. Dat is echt cute. Wacht even dan. Ja, moet ik even uit het zicht staan. Dan sta je voor het raam. Maar goed, we gaan even boodschappen halen nog. Goed, we hebben de fiets opgehaald, maar we hebben net even nog foto's gemaakt. Want we staan hier dus nu denk ik nog wel voor de allerlaatste keer. Want vanavond komen we hier niet meer terug. En morgen ook niet, morgen gaan we naar huis. Het is echt bloedmooi hier. We zijn net even nog naar de supermarkt geweest. Dat is echt top. Dat is echt super. Dit is gewoon even niet. Ja. We hebben hier gewoon de pizza's gehad en nog even wat broodjes voor morgenochtend. Wat lollies en snoepjes en zo. Maar we gaan naar huis om te eten. Hey, hey, jongens. Dit was het laatste rondje door het park. Gaan we vanavond nog een rondje doen of... Kan, als je niet weer gaat piepen als gisteren. Wat bedoel je? Het is donker! Ja, maar dat was niet leuk. Ik hoor het. Ja, op zich vind ik het eigenlijk... Ik in de bosjes. Oh ja. Harry. Echt hè? Nee, maar ik komt zit toch weer goed. Te
praat echt lastig, maar goed, we hebben gegeten. De pizza was best lekker. Ik heb nu zo'n jawbreaker, echt van die oude. Van die ballen. Ik heb 1 met 3 smaken. Dus van buiten naar binnen heb je steeds een andere smaak. Dus heel erg charmant ziet het er niet uit, maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, ik heb mijn jas aan gedaan. Ik heb deze even aan nu. Deze is toch wel ietsje warmer. En we gaan nog een stukje wandelen naar het park in, want gisteravond was het natuurlijk best wel donker in het park. En het is nu net 5 uur geweest, dus we gaan nog even een stukje die kant op lopen. En daarna terug gaan we inpakken, opruimen, schoonmaken. Tenminste, morgenochtend schoonmaken. En in ieder geval zorgen dat alles een beetje ingepakt is en opgeruimd. En dan komt morgen de rest. Ik heb er niet zoveel zin om naar huis te gaan, maar eigenlijk toch wel weer wel. Maar dat is hier toch eigenlijk ook wel heel erg gezellig. Maar we gaan eerst nog even een stukje wandelen, want we zijn er nog. Goed, we doen even een rondje in het park waar we gisteren ook liepen. Het is echt mega groot, daar is ook echt een soort ronde van iets of zo. Ik weet het niet, maar het is echt mooi en het is ook echt super groot. We gaan nu wel een stukje verder, we zijn gisteren maar tot hier geweest. Omdat het ook in één keer heel erg snel heel erg donker werd. Maar we gaan nu een klein stukje verder. Misschien dat we vanaf die kant via een bruggetje terug kunnen ofzo, weet het niet. Maar dat zien we gauw genoeg. Kijk hoe mooi dit is. Bomen en dingen. Ik hoor een kikker. Ik hoorde een kikker kwaken. Oh, was nog geen kikker. Kan jullie dit ook horen? Ik weet het niet. Ashley loopt trouwens ergens daar. Achter. Die heeft nu zo'n haast. Maar dat maakt niet uit. Maar dit is wel echt chill. En je hoort alle bomen ook hier echt heel erg kraken. Omdat het best hele dunne bomen zijn. Maar ja. Het waait hier nogal wel. Ik zit hier echt wel op een windhoek. Dus je kan hier echt wel heel veel wind horen. Maar hier hadden we gisteren foto's gemaakt. En nu gaan we een klein stukje verder. En misschien dat we aan die kant ook ergens weer terug naar de overkant kunnen. Dit is eigenlijk best wel nog een grote open plek of zo. Het is wel mooi hier. Het is heel rustig. Heel rustig, heel open. Maar vooral heel... Oh, dit is een hele grote midget golfbaan. Daarom die vlakken. Die vlakken op de grond, dat is een midget golfbaan. Dat is leuk. Kijk dan. Dan moet je hem helemaal daarin slaan. Grappig. Dat is leuk. Leuk. Je moet hem helemaal over die dijk heen meppen. Ja, dat is grappig. Leuk gedaan, ze blijven hier al lekker bezig. Die dingen hier op de grond zijn holes voor midget golf. Of nou ja, voor golf, niet voor midget. Kijk daar, die bordje. Lachen. Dat is gewoon midget golf voor gevorderden. Als ik dat doe, dan moet ik eerst 100 keer slaan, wil ik daar komen. Maar niet uit, het is wel leuk. Wat vlugel. Je gaat kotsen vannacht, jongen. Ik ben letterlijk een halve fles Varian tegen drinken. We hebben een drankavond hier, dus we moeten inzuipen omdat we naar huis gaan. Nou, moeten die ellende eventjes voordrinken. Maar goed, ik zit... Hoe? Omdat je zo in die wasbak flikkert. Ik was op mijn party, want die zat altijd. Ik zit op de... Mooi dit ding. Aardigblad. Waarom? Zit dit dicht staat achter mij? Staat echt precies achter jou ook, aan de andere kant. Dat is de cola fles. Dat is de lege cola fles. Aan de andere kant, die andere hand. Ja. Oh, dat valt toch mee? Nou, zo is het daar. Ash heeft 1 glaasje Bacardi en ik heb al 4 bekers. Nou, dit is ook 4 hoor, als je het netjes stelt. Rot op, echt niet. Hij was wel half vol. Niet waar. Ik zag het van het diafstand. Lul niet, ik heb hier verdomme 4 half volle safari dingen. Is het niet? Tuurlijk half vol, mijn reet half vol. Ja, tot hier of niet? Lekker. Daar is even uit. En mijn H3 aan het kijken.
Ik ga zo slapen. Ik ben wel moe. In de koelkast. Ik vind het sterk, hè? Valt wel mee, maar ik had net chocola. En dat is niet lekker. Normaal mix ik voor watjes, maar nu dacht ik, oké, gieten. Hallo, ik neem nog net half. Opa, mijn eigen, dus hoe geeft ze shit? Maar lekker HDRO kijken en dan zal meteen slapen. 13. We lopen natuurlijk achter. Maar, ik heb trouwens wel alles ingepakt. Alle snoepen dingen zo zijn uit. Alleen de dingen van morgenochtend staan er nog. Maar goed, het komt wel goed. Ik ga zo in ieder geval slapen, want ik ben wel moe. Goed jongens, het is tijd om het bed in te gaan. Er is nog spullen aan het pakken en doen. En ik ga slapen. Nee, echt heel erg moe. Maar goed. In ieder geval lekker mijn oogjes dicht doen. Morgen ontbijten, opruimen. Laat spullen pakken. En dan om 9:30 de deur uit en om 10:00 de sleutels inleveren. En dan naar huis. Dan zit het er alweer op. En dan gaat het echte leven beginnen. Hij blijft nog wel een dagje bij mij. En daarna gaat ze naar huis en dan heb ik maandag. En dan begin ik ook gelijk een nieuwe week vlog, maar dan heb ik een nieuwe werkervaring in een nieuw bedrijf. Dus ik ben heel benieuwd. In ieder geval ga ik nu lekker slapen. Ik heb trouwens nog een maskertje opgehaald, dat hebben jullie net kunnen zien volgens mij, of niet? Volgens mij heb ik dat helemaal niet gevlogd. Ik heb nog lekker gedoucht en een maskertje opgedaan. Maar goed, maar net. Lekker slapen. Tot morgen. Nou jongens. Huh? Wat? We zijn lekker aan het ontbijten. Komen ze aan. Zo jongen. We zitten nog te eten. Maar goed, maar niet uit. We hebben koffie gezet. Alles opgeruimd. Er is van aardig wat gebeurd. Alleen dat vanmorgen overstroomde de vaatwasser. Ik heb niet eens gevlogd. Ik had wat content geweest. Kijk! Die vaatwasser zat vol met sop. Het lag dus ook op de grond. Echt niet normaal. Maar goed. Ze komen in ieder geval aan. We weten al even lekker aan het ontbijten. We hadden gisteren filet voor eventuele dingetjes. 'S Avonds, maar ik heb er niet gek. Daar komen ze aanlopen hoor, die twee. Ja, om die kutvaat wassen. Godsamme. Goedemorgen. Daar zijn ze weer. Goed, alles is leeg en opgeruimd. En oh, stress is voorbij. Laatste keer in de kamer, jongens. Alles opgeruimd. Alles staat in de auto. We gaan er vandoor. Alles dicht.
Ben ik er mee? Je kamer was leeg? Ja, denk ik wel. Oké, top. Nou, daar gaan we. Naar huis. Het toilet was ook leeg, toch? Ik heb alleen die luchtverfrissers hier laten staan, maar dat kan hier wel blijven. Dat is niet zo erg. Nou, let's go. Ik hoop het voor je. Ik ben klaar, ik heb alles. En hij is dicht. En de Happy Stone ligt daar nog steeds. Op naar huis. Oh, ons huisje. Daar gaan we. Waar moet dat brood in? Maar buiten, dan moet je nog kunnen rijden.